talenten die het uiteindelijk niet redden. Dat heeft meerdere redenen. Soms zit daar een fysieke oorzaak achter, maar heel vaak ook een mentale. Het is een lange route. Het duurt lang voordat iemand de beloning krijgt waar die op hoopt. Dus dat daar mensen afhaken door gebrek aan motivatie, dat lijkt me duidelijk. Natuurlijk vooral onderzoek doen, we willen literatuur induiken, we willen mensen spreken, we willen de toonpraktijk spreken, we willen kennisinstellingen gaan aanspreken over wat hun al weten over motivatie en de ontwikkeling van motivatie. En daardoor hopen wij echt een gevarieerde en een mooie toolbox te kunnen maken om te gaan gebruiken in de praktijk. Maar het is gewoon heel erg zoeken naar jezelf, zeg maar, wat werkt voor jou, want iedereen is anders. En ja, voor mij heb ik gewoon gevonden wat werkt. En dat is gewoon super fijn.